Nou, ik werd vannacht door mijn buurman wakker gemaakt. Dat de kelder onder water stond na de hoosbui. Dus we zijn gaan kijken en ja, dan vind je zoiets triest beneden waar tot aan de deur klinken de auto's onder water staan. En ja, goed, dat is nooit prettig om aan te treffen. Nee. Ja, want het zijn toch je auto waar je hard voor gespaard hebt. En om zoiets te zien, komt toch even hard aan. Want u heeft daar...